Als een student die je voorbereidt op geneeskunde, moet je echt hard werken. Maar als je nog vluchteling bent, dan moet je nog heel erg harder werken. Als vluchteling word je door mensen onderschat. Mensen die zeggen dat geneeskunde een heel moeilijke studie is en dat het veel tijd kost. Mensen geloofden niet dat ik WO-studie kan volgen. En dat doet me heel erg pijn. Mensen zeiden dat ik verpleegkundige opleiding moet gaan studeren, MBO-niveau. Maar dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde een arts worden. Koste wat het kost, moest ik het doen.